Een spinnenweb. Leer een nieuw woord voor vandaag. Ga mee op een nieuw avontuur. Speel plezier, dat is geen vraag. Oh, ik vind jullie net zo vriendelijk. Zo, wat hij zei. Wat hij zei toen. Vandaag met geen spinnenweb. Een vliegtuig of vliegen wij naar de maan. Je wil helemaal daarboven komen. Kijk je uit. Ah. Rijdt Emily. Super oog. Kijk naar Emily. Kijk uit hè. Ik kan je niet helpen als je niet meer terugkomt. Ja. Kun je nog terug, Emily? Nee, ik kan niet aan de kant. Jawel. Het dus valt ze dadelijk. Kijk uit, Emily. Oh, het is niet goed voor mijn hart. Oh, gelukkig, Emily. Oh, gelukkig. Ik ga even kijken waar Luc is. Oh, Luc is daar. Oh, Luc is gewoon daar. Ik zit naar die andere zandbak te zoeken. Je bent heel groot. Je bent groter dan mij. Wanneer ben je zo snel gegroeid? Nee. Wow, daar ging Luc van de glijbaan. Ja. Oké, hier durf. Bij die durf ik en bij die. Dus ja. Bij de dunne of de dun groot. Lekker chillen. In je auto tanken, je draak. En dan kan je niet weer vliegen. Nog een keer tanken. Je lijkt wel papa. Is die vol? Dat ging je een rondje lopen hier, hè? Ik zag je helemaal lopen. Goed zo, Luc. Ja! Goed zo! Jee, goed gedaan. En nog een keer. Oeh, boom. Jee, goed gedaan.
Luc heeft vrienden gemaakt. Dus die Europa paard zingen en dan zegt die jongen, zo, dat is echt een legend. Heel grappig. Wil je met een kindje spelen? Wil je een liedje zingen ook? Ik hoorde jou een liedje zingen. Welk liedje was je aan het zingen? Europa. Het is deze, jij bent een legend. Wat ging ze zeggen? Ging ze jou een box geven? Ja. Ja. Yeah. Ja, ze vond je dat lief. Ja, ze vond jou lief. Ja. Ik vind jou ook lief. Ja. Ja. En dit is een fietspaard. Een fietspaard. Dat is raar, hè? Het is een fietspaard. Heb je al op die dino achter je gezeten? Kijk, daar. Ben je daar op geweest? Is die lieve dino? Stout dino. Stout, gaat hij doen dan? Hij kan niet lopen. Kan hij niet lopen, nee. Nee. Gaat hij jou in jouw pielen bijten? Nee, maar... Hé, hey, wat zei je nou toen ik jou zo ging kietelen? Toen zei jij, ik ben geen... Bijna. Oeh. Mama ging ook kietelen zo, hè? Wat zei jij toen? Ik ben geen... Wat ben je niet? Een... Baby. Een spinnenweb, zei jij. Een wesp. Wat ga je nu doen, Luc? Ga je in de huisje spelen daar? Of ga je van de glijbaan? Kijk uit, val je. Oh, oh. Ga je huisjes? Er zijn nog meer huisjes, of lijkt dat zo? Ze staan ook elke keer ergens anders. Was dit huisje er of niet? Het lijkt wel een hele woonwijk. Hey, ding dong. Wat ga je doen? Ik mag ook. Ja, ga je ook maar. Ben doen. Happy. Bah.
Wat zag je? Wat zag je? Niet krabbelen, Emily. Niet krabbelen. Is een ezeltje leuk? Vind je een geitje leuk? Ja. Niet krabbelen. Dan krijg je hele gaten daar in je arm. Nou, die wondjes zijn nou aan het genezen. En dan daar. De wondjes van de kentenbaard. Gelukkig is het niet meer besmettelijk. En dan krijgt ze geen nieuwe wondjes. En is het virus eigenlijk weg. Alleen alles is nou aan het genezen. Dat gaat ook een beetje kriebelen. Zie je de vliegtuig? Zie je de kippies? Heb je de ezels ook gezien? Ja? Andere paarden. Andere paarden. Ponies. Ponies zijn dat. Komt hij weer, die lijf. De andere paarden. Een grote. Wat is dat? Een geit. Een hele grote geit. Ik vind die echt... Oh, je hebt wel schattig, hè? Ja. Dit kindje nou? Wat deed dat meisje nou? Ze zijn bijna allemaal buiten, hè? Mijn vriend. Hoi vriend. En ik zag ook door een koe. Dat was schattig, hè? Kijk nou. Die heeft een jeuk aan zijn voet. Laat ik mijn voet even, mijn pootje even op die andere zetten. Kijk, makkelijker bij. Zijn ze nu daar? Ze zijn even het gras aan het maaien. Kunnen jullie dat bij ons thuis ook even doen? Wat zag je? Wat zei je? Ik zie niks. Oh, goed. Ik zie ook een kiepje. Wil jij? Ja. Is dat weer grappig? Oh. Zou ze bijna thuis willen hebben, deze zebramuis. Zebramuis. Oh, kijk, jouw schot toch hier. Dat was niet aan de ruit. Hoe heet die muis dan? Stinkelmuis. Waar zie je dat? Daarboven. Stinkelmuis. En hier. Yes, dat was bij de andere kinderboerderij zijn visjes. Kijk, volgens mij mogen de schapen hierheen. En hier zijn de paarden. Dat is grappig. Heel graag naar binnen. Dat is leuk. Schapjes zijn liever binnen dan buiten. Ja, maar liever binnen dan buiten. Dat is gek. Nou, ik ben liever buiten. Ik ga gauw weer naar buiten. Dus lief, Luc. Wat zijn jullie? Mijn mama zit hier. Dit is een dikstaart Gerbriels. Maar die is aan het slapen, denk ik. Maar eigenlijk zijn dat nachtdieren allemaal, hè? Ook die muizen. Ook jij, zebra-muisje. Maar die zit in zijn bak te eten. Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, die zit... Jullie hebben ook gewoon een heel groot bord nodig. Eten jullie misschien een keer wel. Doe maar niet je vingers in je mond, gaat. Je bent net in een speeltuin. Dat is vies. Maar wat is dit op de muis? Stel nog één. Muishamsters. Muishamsters? Ja, yes, dat wat. Hé, hey, we gaan even naar de winkel. Boodschappjes doen. Nee, we willen even spelen. Wauw, weer. Hij heeft ook altijd een roze. Ik denk dat hij later ook een roze Cadillac neemt. Want thuis heeft hij een roze Cadillac en hier een roze Cadillac. Wauw! Je hoeft niet mij te vasthouden. Die ogen moet je ook op jouw Cadillac maken. We moeten nog even zwemmen. Nee, ook mijn oma thuis. Nee, ik heb maar één boom. Ik heb ook een schat. Kijk, kijk, naar mama. Ja, het kentekenplaat is Sunny. We dadelijk even af.
Ja, dadelijk mag Emily, hè? Ja, mag ik op de. Ben je nou weer op vakantie? Ben je nou weer op vakantie? Doe maar zo. Waar ben je op vakantie? Ben je nou op vakantie met opa samen? Dat is gezellig. Ja. Doei. Doei, Luc. Ja. Bedankt voor het kijken en tot morgen. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal onder deze video.